Zometeen praat ik hier met Bavo. Een jaar lang heeft hij alles in zijn leven opzij gezet om te kunnen gamen tot hij zichzelf kwijt was geraakt. En hij is niet alleen. De website gamelover.be wil lotgenoten van Bavo nu op het rechte pad helpen. Verder kijken we naar de relaties tussen Frankrijk en Duitsland. Jarenlang de krachtige motor achter het verhaal van Europa. Maar er zitten barsten in die goede relaties. En een van de populairste auto's ter wereld die wordt uit de markt gehaald. De Ford Fiesta begint aan zijn zwanenzang hier in Laat. Welkom. Goedenavond. Ja, we weten dat jongeren veel van hun vrije tijd achter een scherm doorbrengen. Dat doen ze om in contact te blijven met vrienden, om video's te maken, maar ook om te gamen. En van de jongeren uit het secundaire onderwijs, dus 12-18, zegt 85% al eens gegamed te hebben. Dat is prima natuurlijk. Maar 1 op de 10 jongeren die gamen, die vertonen mogelijk risicovol gedrag. En voor hen kan dat gamen dus schadelijk zijn. Het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs wil die jongeren en hun ouders nu helpen. En dat doen ze met een website, gamelover.be, en met video's op YouTube en TikTok. Daar kan je dus terecht als je denkt dat je een probleem hebt. En we gaan erover praten met Bavo Vrooman. Goedenavond. Goedenavond. Bavo, jij bent psycholoog, maar je hebt ook, en dan val ik maar meteen met de deur in huis, problematisch gegamed. Waar is dat begonnen bij jou? Dat klopt. Ik was eigenlijk al als heel jong kind, 6-7 jaar, al direct verkocht aan het gamen. Maar het is eigenlijk pas echt uit de hand beginnen lopen wanneer ik aan de universiteit alleen op kot zat in mijn laatste jaren. En het enige dat ik nog moest doen was een masterproef schrijven. En elke ochtend stond ik op met de gedachte, ik ga schrijven. Maar toch was er ergens een stem in mijn hoofd die zei van nee, doe eerst je dagelijkse opdrachten in die games. En zo is dat eigenlijk een dag geworden, volledig die gamen. Maar die dag is dan een week geworden, dan een maand. En uiteindelijk een heel jaar waar ik 12 uur per dag zat te gamen op kot. Je studeerde psychologie. Heb je bij jezelf nooit bedacht, oei, wat ik hier aan het doen ben, is misschien problematisch? Nee, terwijl dat je eigenlijk in die verslaving zit, sta je daar niet bij stil wat voor impact dat heeft. Ja, die impact, kan je dat eens duidelijk maken aan ons? Hoe uitziet dat? Je kunt dat zien eerst en vooral op de gezondheid. Ik was voortdurend aan het zitten, waardoor ik last kreeg van mijn rug. Ik was ook veel zwaarder dan ik nu was. In mijn relaties, mijn vrienden waren afgestudeerd. Ik had daar geen contact meer mee. Als ze mij uitnodigden, dan zei ik ook gewoon nee en dan verzon ik heel veel smoesjes. De relatie met mijn vriendin in die tijd verzuurde. Contact met mijn ouders ook, want ik loog constant. Want zij dachten, die van ons is heel flink aan zijn thesis bezig en dat was niet zo? Nee, helemaal niet. Wanneer ik de deur eigenlijk uitging om met familie of met nog andere mensen in contact te komen, dan zette ik zo wat een masker op. Mm-hmm. Om eigenlijk te verbergen waar ik echt mee bezig was. Maar diep van binnen wist ik wel van oké, ik ben de hele dag bezig aan het scherm, aan het gamen. En weet je ook waarom je het deed, dat zoveel gamen? Behalve het feit dat het misschien leuk is, maar waren er andere redenen? Vooral om de problemen die ik had, het schrijven, dat niet lukte. Dat was een vlucht uit de realiteit misschien, ja, voor een stuk. Ja, zeker en vast. Zoals elke verslaving misschien. Al de schaamte, de schuld dat ik ervaarde door mij niet te kunnen aanzetten op mijn werk, maakte dat zodanig groot dat het gamen eigenlijk het enige was op dat moment dat mij een goed gevoel kon brengen. En je omgeving heeft nooit iets opgemerkt? Die dachten, Bavo die is goed bezig. Doet een beetje raar misschien, maar ook niet meer dan dat? Nee, ik zat daar eigenlijk heel, heel veilig. Ik had dat ook zo gemaakt dat eigenlijk niemand in mijn omgeving de vraag ging stellen van oké... Ofwel de vraag ging stellen, waar ben je mee bezig? Maar ik kon er altijd wel een draai aan geven. Ja. Wanneer heb je voor jezelf beslist, dit is echt problematisch? Wanneer ben je wakker geworden uit die verslaving? Dat kwam eigenlijk door mijn vriendin die een uitwisseling had in Canada. En we hadden afgesproken dat we 3 weken naar daar gingen gaan. En toen ik daar was, heb ik terug voor de eerste keer beseft dat eigenlijk het offline leven, door in de natuur te zijn, door rustmomenten in te bouwen, dat ik terug kon glimlachen in een offline wereld, dat de overwinningen online niet enige zijn die je plezier kunnen brengen. En toen ik terugkwam van die reis van 3 weken,
was er een klik gemaakt in mijn hoofd van oké, we gaan niet wachten tot morgen en nu vandaag gamen. Nee, we gaan vandaag aan de slag. En daar heb je het ook opgebiecht dan aan je vriendin in Canada van wat er eigenlijk echt aan de hand is met of was met jou? Ja, ja, dus ik heb eigenlijk alles uit de doeken gedaan op dat moment. En iets later dan ook aan mijn familie, aan mijn vader. Waarin ik gezegd heb dat ik een jaar lang alles uitgesteld heb. En eigenlijk enkel maar met de game en dat al het geld wat dan naartoe ging, dat dat mij enorm speet. En ik had verwacht in het hoofd, mijn hoofd zat ervan dat ik serieus afgestraft ging worden. Dat ik veel kritiek ging ontvangen. Maar eigenlijk kreeg ik een heel begripvolle reactie. En ik had echt wel gehoopt dat ik veel vroeger eigenlijk hulp had ingeschakeld of mijn verhaal had opgebiecht, zodanig dat er sneller hulp was gekomen. Om jongeren en ouders ook te helpen, want je ouders hadden het ook niet gezien. Hè, en ouders denken misschien, het gedrag is soms wat problematisch van ons kind. Is er nu gamelover.be? Het is een woordspelletje, het is gameover.be, maar met een L tussen. Het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs heeft daarvoor Twitch-streamers ingeschakeld. Dat zijn influencers uit de gamingwereld. Wat is Twitch? Twitch is eigenlijk een streamingplatform waarin bepaalde mensen een spel spelen, voornamelijk gamen. En eigenlijk andere mensen kunnen daar naartoe kijken en kunnen hoe iemand anders gamet. Ja, kunnen kijken hoe iemand anders gamet en interageren via een chat bijvoorbeeld. En Frapsel is daar een grote naam op Twitch. En zij is ook ingeschakeld voor de campagne. Vroeger, toen ik in middelbaar zat, gamede ik nog niet. En ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk dat moet zijn om met school te combineren met het gamen en toch dan nog die balans te vinden en niet te ver te gaan in het gamen. Dus het is belangrijk om het niet te ver te laten komen of ja, als het al te ver gekomen is, om een beetje terug te schroeven dat het niet deel van je leven gaat aanpassen en negatieve gevolgen gaat hebben op school of op familie. Dingen, dat is natuurlijk allemaal nog net iets belangrijker dan de online wereld en het gamen. En de psycholoog knikt ja. Had Frapsel jou kunnen helpen? Zeker en vast. Ik denk het belangrijkste is, zeker voor jongeren, dat de personen die gaan aanspreken zeer herkenbaar zijn. En, denk dat en voor 10 mee... tot 40-jarigen zijn dit echt helden. Ja. Dit zijn sterren voor hen. Ja, dat zijn echte idolen. Ook op YouTube bijvoorbeeld. Van PewDiePie tot andere streamers. Want ik denk dat het niet makkelijk moest zijn. Moest ik nu in het middelbaar zitten met de schoollaptop en zo verder. Dan denk ik dat dat voor mij heel moeilijk ging geweest. Je hebt van je ervaring je beroep gemaakt. Je bent psycholoog. Maar je richt je op verslavingen, vooral gameverslavingen. Hè? Onder een platform werk je of hoe zit dat? Ik heb 3 jaar geleden samen met iemand anders, ook een ervaringsdeskundige, Game Changers opgericht. Waarin we eigenlijk voornamelijk aan de slag gaan om gameverslaving te vermijden. Door in scholen te gaan en ons verhaal te gaan delen. Ook een beetje ons verhaal te gaan delen aan ouders en wat tips en tricks mee te geven. En daarnaast doen we ook begeleiding, ook zowel van individuen, mensen die ermee worstelen, en gezinnen. Wat kunnen ouders doen? Want veel van de mensen die zitten te kijken zijn ouders. Denken misschien, mijn kind is problematisch aan het gamen. Help mij, Bavo. Ja. We hebben eigenlijk 4 stappen. Het eerste is van toon interesse in die online wereld. Probeer je daarin te verdiepen. Dat wil niet zeggen dat je direct moet meespelen met een spel zoals Fortnite bijvoorbeeld, want dat is heel complex. Bekijk eens een filmpje, zoek daar iets van op. Stel daar vragen rond. Babbel daar eens rond aan de tafel. Een tweede iets is van maak duidelijke, heldere afspraken rond schermtijd. En ook rond schermvrijheid, de kwaliteit aan tafel, aan momenten dat je samen bent. Wanneer dat het moeilijk is om dat in de hand te houden, zeggen we dikwijls van oké, misschien toch een systeem gaan inlassen, zodanig dat dat niet te veel energie van u vraagt als ouder. En tot slot, als het echt uit de hand loopt, dan is het wel goed om hulp in te schakelen, zoals van Game Lover of van Game Changers. Game je zelf nog? Ik game zelf nog, maar door een heel proces door te gaan, waaronder ook therapie, eigenlijk later, kan ik met mezelf de afspraak maken, enkel in het weekend en niet meer online. Dankjewel voor je verhaal. Bavo. Graag gedaan.
Die zijn op weg naar een leuke plek, wilde ik zeggen. Gaat u elk jaar naar de tandarts, dat is een veel minder leuke plek, dan is dat wel een goede gewoonte die ook niet heel veel geld kost, want als je elk jaar gaat, dan krijg je ook meer terugbetaald. Maar een kwart van de Belgen doet dat niet, omdat ze bang zijn, omdat ze niet willen of omdat de drempel te hoog ligt. Zeker in wijken waar kwetsbare gezinnen de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, staat een bezoek aan de tandarts niet bovenaan de prioriteitenlijst. In de Gentse wijk, Muiden-Meulensteden, zijn een paar vrijwillige tandartsen daarom vandaag naar twee scholen en een wijkcentrum getrokken om daar het gebit van jonge kinderen te controleren. De reportage is van Thijs Nijring. Hoe oud ben je? 6. Zeggen ze allemaal heel goed, hè. Beter dicht als ze wil. Ja, zo is het, ja. Kijk, het wijkgezondheidscentrum zien we dat de huisartsen vaak geconfronteerd worden met ouders en kinderen met zware tandproblemen, ook op jonge leeftijd. Onze zorgverleners helpen mensen naar de tandarts, maar we zien dat dat niet voldoende is. Mensen geraken niet tot bij de tandarts. En vandaar hebben we samen met de wijk nagedacht over een andere aanpak dat wij naar de mensen toekomen. We gaan eens kijken. Voilà. Eerst onderaan. Wat houdt die mensen dan tegen om de stap te zetten naar de tandarts? Enerzijds, hier in de wijk is bijvoorbeeld al geen tandarts, dus die zichtbaarheid is hier al beperkt. Anderzijds denk ik ook het weinig transparant zijn van wat gaat mij dat kosten. Hè. Ook al is er voor kinderen een heel goede regeling qua terugbetaling. En werken veel tandartsen snel met derde betalersregeling, waardoor je eigenlijk op het moment zelf niet moet betalen. Voor veel mensen is het toch nog een drempel om die stap te zetten. Waarom doet u het? Het is toch vrijwilligerswerk voor u? Ja, omdat ik ben in pensioen. Ik ben een aantal jaar geleden, 4, 5 jaar geleden, gestopt met werken. En ik vind het plezant om zoiets te doen. Ik heb er tijd voor nu. Dus en ik vind het wel belangrijk. Preventie is zeker belangrijk. Hè. Het maakt dat je tanden goed zijn en het zorgt dat je tanden beter en beter wordt. Ik moet nog beter poetsen. Als er wit is, dan heb ik het niet zo gepoetst. Daarna moet ik zo 2 minuutjes poetsen. Strak niet snijden. Allee, wat ga ik hier? Alsjeblieft, kijk. Het spiegeltje mag je ook mee hebben. Ja, spiegeltjes ook. Waarom zijn kinderen zo bang voor de tandarts? Ja. Bij sommigen komt het door de ouders, denk ik. Ook. Vroeger het ligt niet aan jullie. Het ligt niet aan jullie. Ik denk het niet, ja. Want als ze de eerste keer komen, weten ze niet waar ze terechtkomen. Het belangrijkste is, en zeker bij kinderen, jonge kinderen, dat ze een paar keer al naar de tandarts kunnen komen voordat er iets moet gebeuren. Hè. Vroeger heb ik dikwijls gehad, kinderen komen de eerste maal bij u binnen met tandpijn. Je moet onmiddellijk beginnen met verdoven, boren. Ja, dat is eigenlijk wel een trauma voor die kinderen. Dan zijn je goed gepoetst ook. Amai, je hebt ook heel goede tanden. Hè. Ja, er zijn al tandjes gevuld. Hè. Heb je de toestand van het gebit zien verbeteren in je carrière? Ja, absoluut. Nu zie je veel jongeren met een gaaf gebit. De meeste ouders gaan toch veel belang hechten, denk ik, dat aan het gebit van de kinderen, van jongs af aan. In het begin, hoeveel tanden dat ik per dag trok, heel veel. En op het einde bijna geen meer. Dankzij de jaarlijkse controles. Absoluut, ja. Voilà. Daar. Ja. Het is wel belangrijk, maar leuk is het niet natuurlijk. Vanmiddag hebben de Duitse bondskanselier en de Franse president elkaar ontmoet in Parijs. Olaf Scholz en Emmanuel Macron. De as Frankrijk-Duitsland die is al jaren heel bepalend voor de koers van de Europese Unie. Maar sinds het afscheid van Angela Merkel vertoont die Frans-Duitse as enkele barsten. Al zou je dat aan de begroeting van vanmiddag eigenlijk niet meteen zeggen natuurlijk. Steven de Kralen, onze Frankrijk-kenner. Steven, wat barstte in die Frans-Duitse relatie? Verliep dat gesprek tussen die twee vandaag dan ook in een gespannen sfeer? Op het eerste gezicht niet. Het was een werklunch, een déjeuner de travail. Dat duurt 3 uur in Parijs. Heerlijk. En daarna hebben Scholz en Macron elkaar nog 20 minuten echt recht in de ogen gekeken. Ja. Achteraf ook geluiden, très constructief. In het Duits las ik bij de bondskanselier eng zusammen dat ze nauw bij elkaar blijven om alle problemen aan te pakken. Aan de andere kant geen gemeenschappelijke verklaring achteraf. Mm-hmm. Geen persconferentie. Dus er zit nog altijd wel spanning op de lijn tussen Parijs en Berlijn. En het haar dat in de boter zat, is nog niet volledig verdwenen. Ja, goed. Laat ons dat haar dan eens van wat dichterbij bekijken. En die haren eens wat klieven. Waar komen die spanningen vandaan? Wel, de jongste tijd is er oneenigheid tussen Frankrijk en Duitsland op 2 grote vlakken. Economie. Laat ons zeggen de aanpak van de energiecrisis en de militaire
ambities. Wat speelt er op het vlak van energie? Energie, ten eerste Frankrijk neemt het Duitsland kwalijk dat ze zich niet achter het Europees prijsplafond kunnen zetten voor gas. Duitsland is een land dat heel veel gascentrales heeft en is bang dat ze daardoor leveranciers van gas zullen afschrikken of te veel moeten betalen voor die gasleveranties. En Frankrijk heeft heel veel kernenergie, heeft daar minder last van. Frankrijk... Dus tegengestelde belangen zorgen ervoor dat ze een beetje uit elkaar worden gespeeld. Hm? Frankrijk neemt Duitsland ook heel kwalijk dat ze een binnenlands economisch plan hebben afgesproken van 200 miljard euro om de Duitse burgers en bedrijven te helpen bij die energiecrisis. En Frankrijk zegt dat is niet doorgesproken met ons, dat zal vooral Duitse bedrijven ten goede komen. Dat is tegen de Europese solidariteit, dus daar ook al minpunt voor Duitsland. Aan de andere kant, Duitsland is dan boos op Frankrijk, omdat Frankrijk dwars ligt om een belangrijke gaspijpleiding vanuit Spanje over de Pyreneeën naar Frankrijk te trekken, zodanig dat bijvoorbeeld Duitsland ook gas vanuit het zuiden zou kunnen krijgen. Dus laten we zeggen, tegengestelde belangen en dat zorgt voor wrevel. Oké, enerzijds economisch, maar ook militair speelt er wat tussen die twee? Ja. Wat er nu gebeurt is natuurlijk dat Duitsland ook kijkt naar het oosten en zegt we hebben nieuwe luchtafweersystemen nodig. We denken over een raketschild. Kijk daarvoor naar Israëlische, Amerikaanse defensiesystemen. Fransen zijn misnoegd, zijn bang voor een nieuwe wapenwetloop. Opnieuw niet goed doorgenomen met Macron, vindt hij zelf. Aan de andere kant zijn ze ook bang dat de Franse defensieindustrie in de kou blijft staan. Want Duitsland wil ook Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bestellen. Dat zijn die F-35's. En het plan om een gezamenlijk gevechtsvliegtuig binnen Europa te ontwikkelen, de opvolger van de Franse Rafale of van de Eurofighter, dat Airbus mee zou kunnen ontwikkelen en dat zo. Ja, dat zit in het slop. En Frankrijk is wat achterdochtig geworden, gefrustreerd. En aan de andere kant, in Duitsland, is er dan onbegrip. Dat is wat er allemaal op tafel ligt tussen die twee. Maar zij zijn ook nieuw voor elkaar. Hè? Macron en Merkel die hebben het jaarlang erg goed met elkaar gedaan. Macron is er pas gekomen als Merkel er al zat. Hij heeft er onlangs afscheid van moeten nemen. Minister Scholz, speelt dat ook mee dat Macron Scholz misschien ook niet helemaal vertrouwt? Want dit soort knuffels heb ik hem met Scholz nog niet zien geven. Nee, het is natuurlijk zo. De chemie die er zeker op het einde van het mandaat van Merkel was met Macron, die is er nog niet tussen Macron en Scholz. Scholz is natuurlijk de new kid in town. Ik denk dat hij nog een beetje zijn plaats zoekt ook op dat Europese toneel. Laten we zeggen, de relatie is nog ingewikkeld. It's complicated. Dat zou je op Facebook zetten, ja. Inderdaad. En Macron is natuurlijk ambitieus, wil snel gaan. Dus ik denk dat ze elkaar nog niet gevonden hebben. Ze moeten elkaars tempo aanvoelen. Mm-hmm. En dan hopen we, en zeker Europa in zijn geheel, zal hopen dat die twee elkaar dan beter vinden. Zoals in elke goede relatie, Steven. Die Frans-Duitse as die is wel historisch belangrijk, hè, voor Europa. Hoe komt dat? Wel ja, Frankrijk en Duitsland waren eigenlijk bloedvijanden. Heel veel oorlogen. Als we het recent teruggaan en recent in de geschiedenis betekent 19e eeuw misschien. 1870, 1871, Frans-Pruisische oorlog, heel veel doden. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Frankrijk en Duitsland beseffen dat als ze geen oorlog meer willen voeren, vrede willen op het continent, dan zullen ze afhankelijker van elkaar moeten zijn. Dat betekent investeren in gezamenlijke economie en buitenlands beleid. En daar kwam dan begin jaren 50 de Europese gemeenschap van kolen en staal, de voorloper van de Europese Unie. Het idee, als we veel te verliezen hebben economisch, dan zullen we ook niet vechten tegen elkaar. Misschien wat vreemd, want dat dacht Duitsland ook een beetje met Rusland. Als we Rusland economisch betrekken bij Europa, dan zal Rusland zich wel militair in toom houden. Maar je ziet, alles is mogelijk in deze nieuwe wereld. Ja, en ook dat met Rusland is niet uitgedraaid zoals we dat allemaal gehoopt hadden natuurlijk. En van andere assen moeten we niet dromen in Europa. Het zal echt Frankrijk, Duitsland zijn of niks. Laten we zeggen, het is de belangrijkste as op dit moment. Ik zie niet in wie er op korte tijd die as kan vervangen, die motor die heel belangrijk is. Want Frankrijk en Duitsland zijn de belangrijkste landen hier in Europa. En ze zullen beseffen, als ze elkaar te veel loslaten, worden ze afhankelijker van andere grootmachten. Bijvoorbeeld Amerika. Willen we dat als Europees continent? Dat is de vraag. Dus zoals goede buren en zeker grote buren zijn ze afhankelijk en misschien ook wel een beetje veroordeeld tot elkaar, tot nader orde. Ja, misschien kan Rika Ponnet nog eens wat gaan bemiddelen tussen die twee als therapeuten. Maar goed, voor nu. Dank je wel, Steven. Record, you cannot trip. You just have to do as much as you can consecutively, and
The previous record was 2,405 consecutive crosses. So last month we got to do over 3,700. In de Champions League voetbal zitten we alweer aan de vijfde en de voorlaatste speeldag in de groepsfase. En voor Club Brugge is het al een uitzonderlijk goed jaar geweest. Blauw-zwart is nu al zeker van de achtste finales na de winterstop. Wat valt er dan nog te winnen in die groepsfase? Club kan nog groepswinnaar worden. Maar tegen FC Porto maakte het geen goede beurt vanavond. Club Brugge verloor in het Jan Breydelstadion met 0-4 en leidt zo de eerste nederlaag in de groepsfase. Simon Mignolet slikt zelfs zijn eerste tegendoelpunten. Wanneer het 0-1 staat, krijgt Lang de kans op de gelijkmaker. Maar de Portugese doelman redt zijn strafschop. Club Brugge slikt daarna nog 3 doelpunten. Volgende week dinsdag speelt het de laatste groepswedstrijd tegen Leverkusen. En zo werd het 2 keer 0-4. Een keer voor Porto en een keer voor Club Brugge, weet u nog wel. Morgen kunnen we al een beetje gaan dromen van de zomer van 23, want dan wordt het parcours van de Ronde van Frankrijk voorgesteld. Maar nu al weten we bijna hoe het er gaat uitzien. En dat hebben we te danken aan Thomas Vergouwen en zijn website velowire.com. Al 15 jaar doet hij een voorspelling op zijn website. En die voorspelling die klopt gemiddeld voor zo'n 95%. En dus wordt dit de Tour van volgend jaar. Volgens Thomas Vergouwen ligt de start in Spanje in Bilbao. Na enkele ritten in het Spaanse Baskeland trekt de Tourcaravaan dan Frankrijk in. Via de Pyreneeën gaat het naar Bordeaux. Daarna volgt een passage door het Centraal Massief met onder meer een aankomst op de legendarische Puy de Dôme. En dan komen de Alpen er nog aan. Op zondag 23 juli volgt dan traditiegetrouw de slotrit op de Champs-Élysées. Maar denk nu niet dat het voor Thomas Vergouwen gewoon zomaar natte vingerwerk is. Hij is er dag en nacht mee bezig en op een indrukwekkend gestructureerde manier. Ik ga op zoek gaan naar hotels die gereserveerd zijn. Zoals ik altijd zeg, wie gaat er nou in hemelsnaam in september, oktober al hotels reserveren voor juli van het volgende jaar? Dat doet alleen ASO voor de Tour de France. De volgende belangrijke bron was tot een paar jaar geleden de plaatselijke pers, de lokale pers. Alleen die zijn er steeds slechter in geworden. Ik denk dat je daarin moet lezen dat de oude garde, zeg maar, er vandoor is gegaan. De journalisten die er nu zitten, die er wat minder tijd in investeren. En dus minder die informatie te boven weten te krijgen. En de derde bron die dus in de loop van de jaren steeds belangrijker is geworden, dat zijn ja, in de meeste gevallen anonieme bronnen. Mensen die mij bellen of mailen of weet ik veel wat, die op de een of andere manier mij informatie toespelen. Blijft de vraag natuurlijk, waarom zou je in godsnaam zoveel van je vrije tijd steken in iets dat toch ook officieel bekendgemaakt wordt? Voor het geld? Voor eeuwige roem? Voor wat? In 2007 heb ik voor het eerst in de Tour de France gewerkt. En aan het einde van de Tour de France, als je dan bijna vier weken onderweg bent geweest, dan de dag daarna dat er niemand meer naar je zwaait en niemand je meer herkent met een accreditatie om je nek en dergelijke, dan val je zo'n beetje in zo'n zwart gat, wat ze dan spreekwoordelijk zeggen. En ja, toen had ik zoiets van, ja, ik wil eigenlijk nu wel daar ook weer mee aan de slag, net na de Tour. En ja, de manier om dat te doen was dus om te gaan kijken waar de Tour in 2008 naartoe ging. In Frankrijk heb je de uitdrukking C'est comme Asterix et Obelix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, dus Obelix die in de toverdrank is gevallen. Zo ben ik in de Tour de France gevallen. En of je ook dit jaar weer gelijk heeft, dat weten we morgen. En dan kijkt u natuurlijk naar laat. Gelukkig wel met Wim. Fijne avond, tot later.